Ik ben Alistair Meijer dus. Ik ben zowel werkzaam in Utrecht bij de Universiteit voor Humanistiek in de master Zorg, Ethiek en Beleid als universitair docent. En daarbij heb ik ook nog een iets kleinere functie als postdoc-onderzoeker bij het VU Medisch Centrum, waar ik onderzoek doe, actieonderzoek. Heel leuk onderzoek met begeleiders in de verstandelijke gehandicaptenzorg naar vrijheidsbeperkende maatregelen. Wat ik eigenlijk, dit heet dan een workshop. Wat ik misschien zou suggereren dat jullie aan het werk moeten. Maar ik ga gewoon een verhaal vertellen en jullie af en toe uitdagen om mee te denken. Interrumpeer me vooral. Met vragen, maar ook met ervaringen. En jullie zijn een vrij breed publiek, breed gezelschap. Dus ik denk dat het juist interessant is om die verschillende perspectieven te horen. Ja, ik ga dus niet een soort van oefeningetjes doen met, want dat vind ik altijd... Je wel heel neutraal, zeg. Ja. Ja. Dat hebben jullie al genoeg gedaan, oké? De laatste, ik had wel een oefening gedaan, maar ik dacht, nee, het is hartstikke warm hier. En die zijn moe. Hey, ik vind het al bijzonder dat jullie nog spreekbaar zijn. Ja. Maar goed, dus dat is een beetje wat ik doe. Overigens, even een persoonlijke noot. Ik ben vader van een zoontje met een verstandelijke beperking. Hij heeft Down. Dat is Samuel. Hij is 5 jaar. Dat verklaart enerzijds mijn affiniteit met deze sector, maar ook met technologie. Wij maken zelf voortdurend gebruik van allerlei technologieën. Op de iPad bijvoorbeeld. Ik heb een heel leuk ondersteunend gebaren appje. Wat hij heel tof vindt. Heb je nog meer kinderen? Nee, nog niet. Nee. Samuel heeft wel heel veel medische problemen gekend de eerste 3 jaar. Dus heel veel in het ziekenhuis gekregen. Gaat nu heel goed met hem hoor. Maar, dus ook kwamen allerlei verschillende vormen van zorg en technologie enzovoorts. Overigens was ik al bezig met mijn promotieonderzoek toen Samuel werd geboren. Dus de aanleiding om dat onderzoek te doen ligt eigenlijk verder terug. Dit is mijn Engelse grootvader. Ik ben half Engels, vandaar mijn Engelse voornaam. En ik heb ook een paar jaar in Engeland gewoond. En mijn Engelse grootvader kreeg op een gegeven moment vasculaire dementie. Die moest in een aanleunwoning gaan wonen, extra zorg. En dit was al 1997 hoor. Maar ze vonden zichzelf toen al heel high-tech, want ze hadden een polsbandje die als hij de deur uitliep, want hij had de neiging om dwaalgedrag te vertonen, een alarm afging en er gelijk een verzorgende voor zijn huis stond, tot zijn grote ergernis overigens. I'm just going shopping, zei hij dan. En dat, ik was toen ook al toen filosofie en sociologie en ik vond dat gewoon interessant. Van ja, hij heeft enerzijds is er iets wat hem bewegingsvrijheid geeft. Hè? Ze hoeft de deur dus niet op slot te doen. Anderzijds wordt er wel meer toezicht op hem gehouden en kun je afvragen in hoeverre hij nou daadwerkelijk vrij is. Nou, voordat ik dieper inga specifiek op het onderzoek, eerst breed. A la Menno dan dus, klaarblijkelijk. Waarom zou je ethisch onderzoek doen naar technologie? Is het niet gewoon dat we een beetje bang zijn voor het nieuwe? Misschien kun je me wel herinneren, internetbankieren. Toen dat net geïntroduceerd werd, waren best wel veel mensen die dat toch wel een beetje een raar of eng idee vonden. Dat je dus niet meer naar een bank gaat om je geld over te maken. En straks gaat dat verkeerd of gaat iemand aan de haal met je rekening. Is hier iemand die niet internetbankiert? Nou goed. Dus is het niet dan gewoon een kwestie van gewenning? Hè? En is bijvoorbeeld technologie in de zorg
ook niet zoiets waarvan je zou kunnen zeggen, nou goed, dat is gewoon een kwestie van even wennen eraan. Op een gegeven moment dan weten we het wel en dan... voordat ik daar verder op doorga, even een definitie van technologie. En jullie graag vragen als je een definitie van technologie zou moeten geven. Mag ik nog even naar de vorige? Ik zat even te kijken, angst voor het nieuwe. Maar wat ik dan vaak met technologie zie, is niet angst voor het nieuwe, maar angst voor minder persoonlijk contact. Dat, ik denk dat daar in zorg iets zit. Van ja, maar dan wordt er een op afstand iemand en dan kan ik wel heen bellen en dan zie ik mijn begeleider, maar dat is niet persoonlijk. Ja. Dus ik weet niet of het nieuwe is, maar ik denk vooral dat daar in zorg een puntje ligt. Overigens, dat is een bezwaar die ik ook toen heb gehoord bij het internetbankieren, hè? Ja, oké. Dat je niet meer persoonlijk naar de bank komt, naar de bank dat je een gezicht voor je krijgt en zo. Maar dat, is, dat maakt het niet minder legitiem. Nee. Hè? Dat is een reële angst. Ja. Ook voor mij straks, als mijn zoontje... het zal ongetwijfeld ook een vorm van zorg ondersteunen, heeft hij nu al overigens. Anders kon ik hier niet vandaag zijn, dankzij het PGW. Dat is ook mijn zorg. De vraag is alleen of dat een legitiem ethisch argument is om wel of niet zorg toe te passen, of technologie toe te passen in de zorg. Wie wil? Dat zou ik gelijk aan jou ook vragen. Oh jee. Je mag van alles zeggen hoor. Definitie, techniek, technologie. Een vorige deelnemer zei iets wat onbegrijpelijk is voor mij. Sluit ik me helemaal niet. Nou, ik ben zelf wel heel atechnisch. Zelfs de IKEA-stoelen krijg ik niet zelf in elkaar. Misschien had ik vorige keer met de poten zo naar buiten. En misschien als je A-technisch kan opschrijven. Weet je misschien nog tegenovergesteld? Ja, techniek. Volgens mij zijn dat... de bedoeling van techniek is volgens mij dat je... door gebruik te maken van dingen, zaken of zo, techniek, dingen gemakkelijker maakt. Zoiets. Dat is een mooie definitie. Denk ik. Ja. Zou kunnen. Voor jou, ja. Zo zou je het willen in ieder geval. Ja, dat is mijn wens. Ja, oké, prima. Iemand anders die iets heel anders onder techniek of technologie verstaat? Ondersteunend, denk ik. Ondersteunend, ja. Hulpmiddel. Om iets moeilijks makkelijker te maken. Ja, dus wel een beetje... Maar kwaliteit verbeteren. Sorry? Verbeteren van de kwaliteit. Van de kwaliteit, ja. Maar niet door een mens. Zeg je? Niet door een mens. Techniek of technologie zie ik niet als... door een zaak. Een ding vervangen. Een systeem. Precies. Het is ja. Het staat los van de mens, zie je. Zo zie je dat. Ja. Okay. Eigenlijk spaart het mensuren uit, over het algemeen. Efficiënt is het. Vind jij dat ook? Ja. Ja? Ja. Ja. Ik kan iemand opbellen of ik kan naar hem toe lopen. Ja. En het is 9 van 10 keer is het efficiënter dat ik bel dan dat ik helemaal naar iemand toe loop. Ja. Of appen zelfs. Hè. Nog moderner. Ik heb een paar definities van een paar techneuten die ook op TEDx hebben gesproken. Heb ik even op een rijtje gezet. Ellen Keeser, alles wat naar je gehoord is uitgevonden. Ja, maar het is eigenlijk geen definitie van wat het is. Het is een soort van omschrijving van... wat is nou techniek zelf? Ja. Ja, klopt. Maar ik vond hem wel aardig. Het is wel leuk, ja. Nou goed, deze dan. Alles wat het nog niet goed doet. Het is misschien een beetje in dezelfde categorie, hè? Deze komt misschien iets dichter in de buurt van wat jullie bedoelden. Alles wat bruikbaar is bedacht door de menselijke geest. Als je kijkt naar de etymologie van techniek, dus de oorspronkelijke betekenis, dan komt dat uit het Griekse technologia. Techne, logos is reden of ratio of leer. En techne is dan vakmanschap. En dan zou je inderdaad kunnen zeggen... Technologie, in ieder geval in de ouderwetse zin van het woord, is de omzetting van hulpbronnen uit de natuur overigens
want dat wordt, is vaak ook, hè, dat technologie ook nog iets onnatuurlijks is of zo, tot ja, ondersteunende gereedschappen of ook ambachten, dus dat is dan ook de leer eromheen, die mensen in staat stellen om als het ware controle te krijgen over hun omgeving, of in ieder geval om zich aan te passen in hun omgeving. Tegelijkertijd, hè, als ik denk aan technologie, denk ik ook wel vooral aan dit soort moderne hardpoint, maar misschien nog wel intelligentere vormen, echt smart technology, smartphones, echt denkende systemen die, waarvan je ze ook steeds meer ambient assistive living technology in de zorg terugziet, die ons manier van leven niet alleen beïnvloedt, maar misschien ook wel mede vormt. En dan is het de vraag, wat wordt er getemd of wie wordt er getemd? Hè? Temmen wij de natuur met hulpbronnen? Of worden wij door die technologie als het ware getemd? De terughoudendheid waarmee vaak over technologie in de zorg of zelfs ook toen met internetmarkeren wordt gesproken, dat, of die ambivalentie daarover, dus die vindt zijn oorsprong al ver, ver, ver terug. Ik weet niet of jullie de mythe van Prometheus kennen. De Griekse mythe was een halfgod die de techniek van de vuur stal van de goden en bracht aan de mens. He, dat is natuurlijk een hele waardevolle techniek, het vuur, waarmee je dingen kon omsmelten, vlees kon bakken. En daarvoor werd hij ook gestraft. Het grappige is dat Prometheus nu een mascotte is van de TU Delft. Maar het geeft een beetje aan dat we al vroeg een niet helemaal goed wisten hoe we ons moesten verhouden tot technologieën. Plato, misschien een filosoof bekend voor jullie, was erg wantrouwig ten opzichte van de technologie van de schrijverij. De dialogen van Plato kennen jullie misschien wel. En ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen, want ik leid zelf ook een beetje aan Google-itis. Namelijk dat ik de neiging heb om, als ik niet op iets kan komen, om het dan gelijk op te zoeken. Met als gevolg dat mijn paraatkennis steeds minder wordt. Wat niet handig is als je af en toe voor je klas staat. Maar dat is nog wat anders, ambivalentie, dan echt kritisch zijn. Hè? Echt, dat men echt technologie als een bedreiging zag, dat kwam eigenlijk pas aan het einde van de 19e eeuw. Zo schreef Samuel Butler een boek, Era One, A World Without Machines. Dat had te maken met industrialisering natuurlijk. Maar zeker ook de zeer destructieve vormen van wapentechnologie die gebruikt werden in de daarop een volgende twee wereldoorlogen. En ja, het is ook wel iets wat omschreven wordt als techno-antagonisme. Dus dat je technologie echt ziet als een bedreiging. Niet alleen voor onze autonomie of vrijheid, maar waar jij het ook een beetje over had, hè, voor onze menselijkheid. Hè? In hoeverre zijn we nog wel mens? Ik had deze van Google geplukt. En Sony is altijd wel vrij innovatief geweest als het gaat om consument entertainment-achtige producten. En je kunt je misschien die ambivalentie ook wel voorstellen als je ziet hoe razendsnel technologie zich in de afgelopen 50 jaar in ieder geval heeft ontwikkeld. Het is bijna niet meer bij te houden wat er... Ik heb ook een smartphone die nu al zo verouderd voelt. Daar lijkt hij ook op ontworpen, enerzijds. En ik wil dus even een filmpje laten zien. Ik weet niet of je het zeker weet of doet. Om even aan te geven dat die snelle ontwikkeling ook invloed heeft op hoe we over technologieën nadenken. Misschien kennen jullie het al, jij kent hem al. Hè? Heeft u een mobiele telefoon? Nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo. Heeft u een mobiele telefoon? Nee hoor, dat heb ik niet. Waarom heeft u er geen?
Nou, ik zie dat er niet van in. Ik heb gewoon een telefoon, waarvoor moet ik een mobiel hebben? Ben je op de aan het fietsen, dan word je gebeld. Is hier iemand in deze zaal die geen mobiele telefoon heeft? I rest my case. Om maar aan te geven, en misschien kun je dat nog wel herinneren. Ik was toen 18. Ik was daar best wel tegen, dus ik heb het ook tegengehouden. Van, ik hoef geen mobiele telefoon. Maar uiteindelijk ben ik ook gezwicht. Maar ik kijk het even terug, want het is een heel geestig filmpje. Dus om maar even ook aan te geven van dat onze normen over wat dan ook wenselijk is, ook qua gedrag bijvoorbeeld, aan het veranderen. Hè? Dit, dus evenementen, ja. Ik geloof dat dit de Boston Marathon is. Dit is eigenlijk opmerkelijk dat zij niet aan het registreren is met een telefoon. Dus... dit ken je misschien ook wel. Ik ga zelf graag ook af en toe naar een concert. Het verbaast me altijd over het feit dat mensen de hele tijd met hun telefoon zo staan. Dus het verandert ook wel gedrag, hè? Het hebben van een mobiele telefoon. En ook de normen die daarmee gepaard gaan. Hè? Er zijn bijvoorbeeld ook restaurants waarbij je mobiele telefoon moet inleveren of in een mandje moet doen. Ik weet een keer bij een concert zei de zanger van de band waar we waren of iedereen alsjeblieft verdorie die telefoons uit kon zetten, wat vervolgens ook gedaan werd. Dus die normen verschuiven ook, maar om maar aan te geven dat technologie en ook de normen daaromheen voortdurend in ontwikkeling zijn. Is hier iemand die zich heel erg identificeert met zijn, die per se zegt, ik heb alleen een iPhone of een kinderen heeft die dat zeggen, of jij lacht. Ja, ik heb het. Ja. Ik ga niet voor een ander. Nee, jij hebt echt een gebruikersgemak waarschijnlijk. Ja. 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 En ik heb voor mijn werk een andere en... Oh, verschrikkelijk. Ja. Nou, het zal je verbazen, maar... In de zorg, in de verzorgingsgerechtigde zorg ook, zijn er ook gewoon managers die zweren bij een of ander domotica systeem. De Domotics 2000 of zo. Dus het is, soms kan het ook bepalend zijn voor wat voor technologie je dan ook gaat gebruiken. Nou ja, zoals ik al zei, vormt ook nieuwwaarde. De Hogeschool van Amsterdam hebben ze nu een nieuwe regel dat er niet meer in het weekend ge-e-maild mag worden. Omdat mensen dan toch de neiging hebben om hun e-mails te gaan lezen en voelen dat ze daarop moeten antwoorden. Dan zou je kunnen zeggen, nou zet het gewoon uit in het weekend, maar sommige mensen vinden dat toch moeilijk. Met als gevolg dat deze nieuwe regel er dus is. Lijkt me wel lastig te handhaven overigens. Want wat gebeurt er als je dan wel een e-mail stuurt in het weekend? Maar ik vermoed dat jullie telefoons op zacht hebben gezet. Iemand die dat nog niet heeft gedaan mag dat nu wel doen dan. Maar dat zijn soms ook hele impliciete normen. Soms zijn het hele impliciete normen, soms zijn het expliciete normen. De stiltecoupé is daar ook een bekend voorbeeld van. Waar hou ik van, stiltecoupé? Ja, en waarom hou je daarvan? Want dat is dan wel weer heel interessant. Wat spreek je daarin aan? Dat ik niet constant naar dat geoude hoor van anderen. Ja, dus dat zegt wel. Als ik maar één helft van een gesprek voel, ja. Dat vind ik vooral vervelend. Dus als hij op speaker stond, vond je het prettig? Ja, als andere mensen met elkaar aan het praten zijn. Ja. Of als hij op speaker staat, misschien vind ik het dan ook minder. Misschien moeten we dat een keer zeggen. Dan kan je hem op een speaker zetten, dan kan je meeluisteren. Dat is leuk. Ja. Wat grappig is, vaak. Als we het hebben over technologie, en zeker technologie in de zorg, dat ja, die technologie zelf vaak wordt dus beschouwd als ethisch of moreel neutraal. He, je zou kunnen zeggen van, enerzijds de technologie van het mes kun je op een goede manier aanwenden, als een chirurg die zijn patiënt opereert, of op een niet minder goede manier.
Maar die technologie zelf, hè, dat mens zelf, dat is neutraal. Of zoals ze in Amerika zeggen, guns don't kill people, people kill people. Het is alleen een vraag in hoeverre dat wel realistisch is. Dus een Franse filosoof, Bruno Latour, die veel heeft nagedacht over de werking van technologieën, die zegt eigenlijk, ja, technologieën hebben eigenlijk ook een soort van normatief script. Hè? Die geven ook aanwijzingen, zoals een script dat een toneelstuk of een film zou doen. Hij noemt dan het voorbeeld van de hotelsleutel, die verzwaard is gemaakt door de hoteleigenaar, omdat ze wilden dat mensen die sleutels nou eens een keer wel terugbrachten. En als je zo'n lomp ding in je zak hebt, dan zou je hem eerder terugbrengen dan als het licht is. Of, ja, ja, tegenwoordig hebben we pasjes natuurlijk. Maar misschien wel een simpeler voorbeeld is de verkeersdrempel. Dat is ook een technologie. En wat zou dan het script zijn hier? Langzamer rijden, ja. Ja? Als je het breder zou bekijken, wat zou ook een script kunnen zijn? Veiligheid. Rekening houden met kinderen. Ja, prettige leefomgeving van kinderen, veiligheid inderdaad. Zo zie je maar, dat is eigenlijk een heel simpel techniekje als een verhogingje van de weg. Daar best wel dieper onderliggende normen in kunnen zitten. Of in ieder geval normatieve aanwijzingen of clues. Maar is dat toch ook een hulpmiddel om een bepaald doel te bereiken, technologie? Ja. Maar ja, een hulpmiddel die niet per definitie geheel ethisch neutraal is. Nee. Maar het hulpmiddel kan toch dan, net zoals over die wapens... Het hulpmiddel kan zeker een wenselijke uitwerking hebben. Ja. Maar dat betekent nog steeds niet dat je kan zeggen dat, dat daar niet bepaalde ideeën of opvattingen over wat wenselijk zou zijn aan ten grondslag liggen. En datzelfde geldt natuurlijk, dit is dan een, laten we zeggen, een redelijk straightforward technologie waar de algemene consensus toch wel is dat dat wenselijk is in een woonwijk. Ja, aan de andere kant, er zijn ook wel ideeën over hoe een snelweg moet worden ingericht, hoe hard daar gereden moet worden en zo. Dan wordt het alweer wat lastiger. Er zijn ook bepaalde zijn opvattingen over veiligheid, maar ook over vrijheid. Ja, en, of ja, dan wel een soort van VVD, keihard rijderachtige soort vrijheid, maar toch, er zijn allerlei opvattingen die daaraan ten grondslag liggen. Dat is eigenlijk wat ik zeg, niet meer, niet minder hoor. Dus niet van dat stom vanuit ethisch oogpunt of zo dat het er is. Nee, technologieën zijn niet per definitie neutraal. Misschien nog wat duidelijker voorbeeld, wat is dit? Alcoholslot. En wat zou dan het script zijn of de ingebouwde norm? Je gaat niet starten als je hebt gedronken. Nee. Dat wil niet zeggen dat we dat dan maar slaafs volgen altijd. Hè? Of dat wij slaaf van de technologie zijn. Want je zou kunnen zeggen, nou, ik heb een neefje en die laat ik gewoon even erin blazen. Of een vrouw of zo die wel nuchter is. En dan kan ik alsnog rijden, als je een death wish hebt of zo. Maar om maar aan te geven dat die normen niet per se ons handelen totaal overnemen of zo. Misschien is dit ook wel een wat duidelijker voorbeeld. Want wat is hier het script? Je fietst over de fietspaden. Ja. Ongehoorzaamheid. Ja, is het. Ja, door de sneller. Ja, efficiëntie. Als dit jullie dochter was, wie zou je liever willen hebben als dochter? Die linker. Die linker? Ja. Mijn dochter is die linker. En mijn ook. Waarom? Nee, katten wegnemen. Goed. En zelf die linker. Out of the box. Ja? Zie je, dus zo zie je maar, als je zou zeggen, dit is laten we zeggen, de eerdere technologie, betekent niet dat mensen die dan maar altijd slaafs hoeven te volgen, betekent ook niet per se dat wat wij moreel, of misschien zelfs esthetisch,
wenselijk vinden dat dat altijd het beste is om te doen. We zouden zelfs kunnen aanmoedigen om, zeker kinderen, om af en toe ook een risico te nemen. Ten aanzien van die eerdere opgelegde normen. Ik geloof niet dat er een agent is in Nederland die dat meisje een boete hiervoor gaat geven. Maar daar moeten we wel blijvend afspraken over maken, hè, wat wel of niet wenselijk is. Nou, dit dus is de schuldvraag, als er een auto-ongeluk ontstaat bij een auto en een fietser in het donker, ja. Dan ben ik benieuwd wat de rechter weer gedaan. Ja, want er staan hier geen haaien tanden. We sturen altijd de schuld op de aansprakelijkheid. Ja, precies. Ja. Dat hebben we zo met elkaar afgesproken, maar dat geldt niet in elk land. En de gemeente heeft dit ook getolereerd, dan zouden ze het wel een paardje al hebben. Of een nieuwe technologie. Dan moeten we er een hek voor zetten, anders blijft die komen. Ja, dat is dan misschien ook weer niet wenselijk, omdat het er niet mooi uitziet. Maar om maar aan te geven dat mensen ook creatief kunnen, en ook in de zorg, met nieuwe technologieën. En dat zie je dus ook, dat blijkt ook uit onderzoek, dat mensen niet altijd maar slaafs datgene hoeven te volgen wat een bepaalde technologie aan hun oplegt of zo. Of de normen die daar ten grondslag liggen. En soms is dat subtiel en soms wat minder subtiel. Deze kennen we hier ook wel. Wat is hier het script? Ja. En doe jij dat? Ik weet niet of je auto rijdt, maar... Ja? Ja. Welke bij u bent. Ja, dus, Ja. Maar je bent er wel gevoelig voor. Ja. Ja, ik ook trouwens. We hebben een tandenborstel waar je smiley kan verdienen als je 2 minuten poetst. En als je eerder stopt, dan krijg je dat gezicht. Oh, echt? Dat is voor volwassenen. Voor volwassenen. Ja, dat is wat ze dan ook wel persuasive of seductive, hè, dus verleidende technologieën. Het verleidt je als het ware om het juiste te doen. Het is niet zo dat dat er dan gelijk een hek komt als je, weet je wel, ik bedoel, het is niet zo dwingend dat het gelijk consequenties heeft. Tenzij er ook een flitspaal achter staat, inderdaad, dan wel. Maar meestal waarschuwen ze je daar niet voor. Maar het zet je wel in het denken, het verleidt je wel als het ware om het goede te doen. Maar daar zit ook weer een bepaalde norm of opvatting aan ten grondslag. Nou, eigenlijk de filosoof in Nederland die hier uitgebreid over heeft nagedacht is Peter Paul van Beek. Ik weet niet of jullie hem kennen. Hij zegt, ja, in zekere zin zijn we nooit helemaal vrij. Als je het hebt over innovatieve technologieën, dit soort technologieën. Maar eigenlijk alle technologieën, dus ook bijvoorbeeld deze tafel, bepaalt op een bepaalde manier hoe jullie zitten, hoe jullie tot jullie elkaar verhouden. Ik zou zeggen, deze tafelvorm van tafel stimuleert een soort van gesprek, dat hoop ik dan althans. Het had ook anders kunnen staan natuurlijk. En eigenlijk alle menselijke handelingen worden in zekere zin bemiddeld. En technologie is een van de bronnen van die bemiddeling. Dus die kun je eigenlijk nooit helemaal los van elkaar, los van zien. Hè? En nogmaals, technologie in de breedste zin van het woord. Het feit dat ik een shirt aan heb, zegt ook iets over wat het wenselijk is dat ik die aanhoud, ook al is het vrij warm. Opvattingen over beschaving of over wat ik comfortabel vind om te dragen, esthetische opvattingen enzovoort. Wat is dan het ethische dilemma? Het is tenslotte een ethiek symposium, dan zo heet het. Je zou kunnen zeggen, enerzijds het bekende principe van do no harm, hè, waar de meeste van jullie zij het in een eet of überhaupt gewoon wel dit principe aanhangen. Hè? We willen onze patiënt of cliënten geen schade berokkenen. We willen dat hij of zij veilig is. We willen ook risico's om die schade, dat de patiënt of cliënt schade loopt, willen we voorkomen of zelfs helemaal wegnemen.
Ja, anderzijds wil ik toch ook wel dat de patiënt toch een beetje kan kiezen wat hij of zij zelf wil. Dat hij een bepaalde kwaliteit van leven heeft die daarvan niet ten koste zou gaan als je alleen maar met veiligheid bezig zou zijn. Dat huidige eet, dat zie je ook, dat principe, zie je ook heel sterk terug in het huidige medische eet wat artsen afleggen. Echt gewoon letterlijk, ik zal aan de patiënt geen schade doen. En het komt ook terug in die principe, ik geloof dat Maatje Schermer ook iets over heeft gezegd. En, dus enerzijds beneficence, het goed willen doen en het niet willen schaden, lijkt heel erg op elkaar. Vaak zijn ethische dilemma's gaan toch vaak wel over hoe die principes zich tot elkaar zouden moeten verhouden. Dus wat is rechtvaardig? Hoe kun je iemand een autonomie respecteren en tegelijk ervoor zorgen dat je hem of haar niet schaadt? En is dat wel het goede om te doen? Overigens, dat principe van autonomie is zo ongeveer de grondlegger van eigenlijk de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. Vooral dat idee van dat je geïnformeerde toestemming of instemming, wat dan misschien belangrijk is in de VG-zorg. Dus daarvan zou je kunnen zeggen, nou weet je, waarom moeten we ons daar nog wel druk over maken? Is zo'n autonomie in principe ook niet veel te abstract als het gaat om kwetsbare mensen die verminderd beslissingsbekwaam zijn? Ik geloof dat tegenwoordig de juiste juridische term is. Nou, volgens de Nationale Patiëntenfederatie wel. Moeten we daar ons wel nog steeds druk om maken, omdat vele incidenten en een begeleider in de vorige sessie zei, ja, maar wat is dan een incident? Wat gelijk tot een discussie leidde over wat wel of niet een incident was. Desalniettemin, de incidenten die als incident worden gezien of gerapporteerd, daarin ligt vaak ten grondslag ook gewoon een gebrekkige communicatie als een van de oorzaken. Ja. Waarom nog druk maken voor autonomie, hè? Zelfbeschikkingsrecht, keuze en dan naar incidenten, door gebrekkige communicatie. Hoe bedoel je die link daartussen? Dat ik net zo af van mijn benadering. Ja. Wat denk jij? Ja, nou, ik vroeg me af, ik snap het even van regel 1 naar 2 nu. Waarom nog druk maken over autonomie? Hè? Dus het hele gezondheidsrecht is heel erg gericht op autonomie. Mensen die zelf precies weten wat ze allemaal willen, wel overwogen beslissingen maken. Nou, dan kan je vraagtekens bij zeggen. Helemaal de VG. En dan naar incidenten per jaar door gebrekkige communicatie. Dat is een van de belangrijkste oorzaken, dacht ik. Je bedoelt dat mensen zelf beslissingen nemen en daardoor incident. Die van 1 naar 2 snapte ik niet op. Als je zegt, wat ik dus beweer, dat geïnformeerd toestemming geven, hè, dus yeah. dat is eigenlijk de juridische uitwerking van het principe respect voor autonomie. En juridisch procedureel. Dan zeg je dus dat eigenlijk als je toestemming hebt, dat zegt de nieuwe wet zorg en dwang ook, zolang er geen verzet is of toestemming of instemming of een variant daarvan, is er geen sprake van onvrijwillige zorg. Dus dan als dus toestemming zo'n belangrijk en eigenlijk het enige criterium is om kwaliteit van zorg te meten, dan moet daar wel communicatie aan vooraf gaan, want je kunt geen geïnformeerde toestemming hebben zonder communicatie. Maar blijkt dat veel incidenten zich voordoen. Overigens, dit is niet in de verstandige gehandicaptenzorg, maar ik zou me daar ook wel wat bij kunnen voorstellen. Juist omdat mensen het idee hebben dat zij niet goed gehoord worden of dat er iets mis is gegaan in of enerzijds de informatievoorziening of anderzijds in hoeverre hun toestemming of instemming met het medisch beleid dat dan vervolgens is uitgestippeld, is geïnterpreteerd. Maar dan bedoel je gebrekkige communicatie als een gebrekkige informatie aan de cliënt. Ik bedoel het niet hoor. Nee, maar dan snap ik wat ze bedoelen. Ja. Want ik denk aan gebrekkige communicatie aan alle klachten die wij binnenkrijgen over gebrekkige communicatie, bejegening, communiceren.
Maar dat is in zekere zin snijdt natuurlijk ook het respect voor autonomie. Hè? Hoe je iemand bejegent zegt ook heel veel over hoe je iemand waardeert. En ik zeg overigens niet dat ik daarmee per se eens ben dat je dus dan dat principe van autonomie het kernprincipe moet zijn ofzo. Want ik denk zelf dat respect voor autonomie zoals in de klassieke, laten we zeggen, medisch-ethische interpretatie niet of te abstract is om bijvoorbeeld toe te passen in verstandige gehandicaptenzorg, maar eigenlijk überhaupt. In hoeverre kun je nou echt spreken van shared decision making als je net door hebt gekregen dat je kanker hebt of zo? Dat klinkt natuurlijk heel mooi allemaal, zo'n principe. Ben je nou echt zo autonoom op dat moment? Of moeten we niet ook gewoon erkennen dat bijvoorbeeld behandelaar-patiënt relaties veel asymmetrischer zijn dan dat we zouden willen? En hoe gaan we daar dan vervolgens mee om? Dus vandaar ook een vraag, hoe toepasselijk zijn die concepten wel? Hè? In hoeverre zijn mensen ook niet beïnvloedbaar? Dat is wat ze acquiescence noemen in de literatuur. Mensen met verstandelijke beperking hebben de neiging om vaak te pleasen of ja te zeggen of meegaan te zijn. Dus vandaar een beetje verzet. En daarbij, en dat is eigenlijk misschien nog wel een interessante filosofische vraag. Is veiligheid met behulp van technologie of gezondheid met behulp van smileys op een tandenborstel wel altijd wenselijk of het beste voor jou, mij, maar ook je cliënt? Bijvoorbeeld, Pieter Barnhorn schreef een paar maanden geleden een column in de Volkskrant waarin hij zei: leefstijl zo'n prominente rol geven in gezondheid voedt de illusie dat het leven maakbaar zou zijn. Veel ziekten zijn gewoon het gevolg van domme pech. Daar helpt geen lieve leefstijl aan. Het leven is dus maar zeer beperkt maakbaar. Wat gezondheidsgoeroes ons ook willen doen geloven. Wat vinden jullie van deze uitspraak? Het zijn wel wat cijfers dan je tegenover te zetten. Dat niet helemaal. Die neiging heb jij dus om dat je denkt van wacht eens even, Pieter. Onderbouw je claim. Ah ja, dat het leven maakbaar is en dat de leefstijl daar een grote rol in heeft. Ik denk dat eigenlijk twee verschillende dingen zijn. En dat sommige ziektes van inderdaad het gevolg zijn van de pech. Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Maar dat zijn één is niet aansluitend op het andere. Waarom niet? Omdat sommige leefstijl wel invloed heeft op je gezondheid. En dan kan je alsnog de domme pech hebben dat je ziek wordt. Ja. Maar hoe belangrijk willen we dat maken? En dat is dan de vraag. En zeker als je het hebt over zorg voor cliënten natuurlijk. Het blijkt dat mensen met een ongezonde leefstijl niet heel veel korter leven gemiddeld, maar wel veel meer jaren in een slechte gezondheidstoestand doorbrengen. En dat is ook prettig. Dus in die zin duurder. Ja, misschien. Ja, dat is vaak, dat mag. Mag dat een overweging zijn? Dat is de vraag natuurlijk. Moet dat een overweging zijn? Persoon, en dat kunnen we als cliënten niet eens uitzien. Ja. De Trouw kwam vorig jaar met dit artikel. Enig idee wat doodsoorzaak nummer 1 is? Een zittende levensstijl. Ja, dat inderdaad, dat heeft met leefstijl te maken. Zij stelden dat het te weinig eten van groenten en fruit doodsoorzaak nummer 1 is. Dus idee, een gezonde leefstijl. Staat hij nog? Dat wordt ook gevoed vanuit de media. Hè? Een socioloog als Anthony Giddens en Ulrich Beck, die zeggen allebei van ja. Dat past ook wel in de tendens van moderne maatschappijen om steeds geobsedeerder te zijn met
risico's, met veiligheid en vooral het voorkomen van risico's en onveilige situaties. Ulrich Beck noemt ook echt dat we leven in een risk society. Ik weet niet of jullie de Vlaamse filosoof Ignaz de Vies kennen. Die heeft een mooi boek daar ook over geschreven. Hè? Dat je zo gestrest kunt zijn over of hè, de juiste levensstijl, zonnebrandolie als ik naar buiten ga, appels en ik zeg dat een banaan te eten, dat je daar ziek van kan geraken. Dus dat zijn tendensen, denk ik. Je zou kunnen discussiëren hoe hard dit is, maar ik denk dat wat je zeker wel ziet is dat, dat er tendensen zijn die steeds die ervoor zorgen dat we hè, vanuit de media, vanuit allerlei technologische ontwikkelingen, ervoor zorgen dat we ook ja, steeds meer het idee hebben dat we zelf ook daar een verantwoordelijkheid in hebben of moeten hebben. En dan komen we weer terug bij Pieter, want die zegt ook, het gaat bij gezondheid zelden om eenvoudige verbanden. Laten we niet doen of het allemaal heel eenvoudig is. Leefstijl is belangrijk. Er mogen we mensen binnen en buiten de spreekkamer wijzen. Maar laten we niet doorslaan en de patiënt, of de cliënt, of de begeleider, of de BOPZ-arts, of de locatiemanager, tot dader maken. Zijn jullie daarmee eens of niet? Of wat vinden jullie ervan? Ik moet dus even denken aan een casus van een BOPZ-arts of een AVG, ik weet niet meer. Er was een cliënt die dronk iedere avond 1 of 2 liter cola. En die wilde dat verbieden. Nou, dat kan, of niet. Of dat kan of niet. En de koelkast moest op slot. Toen kwamen ze bij mij, ja, mag je de koelkast op slot doen? Is dat een vrijheidsbeperkende maatregel? Krijg je zo'n hele gekke discussie. Toen zei ik van, goh, waarvoor wil je eigenlijk dat jouw cliënt geen cola drinkt? Ja, dat was slecht voor hem en zij was daarvoor verantwoordelijk. En daar zet ik dan de vraagtekens bij. Als jij als arts verantwoordelijk bent voor het leven of gezondheid van jouw cliënt. Ik denk dat jouw cliënt daar zelf ook verantwoordelijkheid in hebt. Ook al is het een persoon met een beperking. En het gevolg van was dat de koelkast op slot gaat. Is natuurlijk dat de cliënt s'avonds bij de buurvrouw op... weet je, het heeft ook helemaal geen zin, maar daar ging het eigenlijk niet zozeer om. Ja, of dat de andere cliënten de koelkast niet meer in. Ja, dat kan ook. Dus daar zit alles omheen. Maar het feit van dat ze echt zo zijn van ja, maar dat is mijn verantwoordelijkheid. En ik ben daarvoor. En wat zei je toen? Nou, ik vroeg aan haar waarom zij dat zo voelt. En wat zei ze toen? Ja, zegt ze, de gezondheid van de cliënt is mijn verantwoordelijkheid. Zei, nou, dat vind ik wel heel ver gaan. Ja, maar ze gaan er ook best ver. En dat was een hele discussie. En het ging over vrijheidsbeperkingen. Dus we hebben niet over AVG's, toch? Nee, het was een aangegeven. Het was in ieder geval wel een arts. Laat maakt mij niet uit welke arts, maar het was een arts die zich echt persoonlijk volgens mij verantwoordelijk voelde voor de leefstijl van de cliënt. En het denk ik. Nou, je hoort nu vaker dat mensen zoiets hebben van ja, er wordt te veel zeggenschap en regie gegeven bij cliënten. Ze mogen alles, ze mogen niets meer. Maar ik heb juist wel eens het idee dat het te veel gaat van dat iemand dat zich volledig verantwoordelijk voelt voor wat iemand eet, drinkt en doet en laat. Ja. Dat heel ver gaat. En ik heb het idee dat in de verstandelijke gehandicaptenzorg wel heel ver gaat. Maar ja. Het is vaak zo dat mensen met verstandelijke beperkingen helemaal geen inzicht daarin hebben. Zo kan een mevrouw bij mij, die ik al jaren ken, en ze was ontzettend veel aangekomen, 25 kilo. En ze wilde graag afvallen. En ze was boven, ze had komkommertjes en leverworst, allemaal gezonde dingen zijn. En toen hadden we haar dagpatroon doorgenomen. Toen bleek ze altijd een liter chocomel te drinken op haar werk, iedere dag. En toen legde ik het aan haar uit, joh, dat zit er heel veel calorieën in. Dat ze laten bekeken, oh ja, dat zit er zoveel in. Ja. Dat wist ze helemaal niet. Dat kun je uitleggen, hè? Dat kun je uitleggen. Als iemand zegt, nou, dat doe ik toch, dan moet je het zelf weten. De groep van mij was vast dat elke cliënt 's ochtends maar 2 boterhammen mag en maar 2 stukken fruit naar het werk mee mag. Terwijl ik dacht, zou mijn worst weten hoeveel fruit je eet? Dat is helemaal niet.
twee boterhammen. En eerst, dan, eerst die met, met kaas. Met kaas en dan ja, met pasta. Maar dan mag je ook pas een chocomel als tweede beker. Dus eerste beker thee of koffie. Ja, het gaat nergens over. Dank jullie wel. Dit zijn lastige dingen, denk ik. Overigens is het ook weer niet zo dat ik wil zeggen dat een veiligheidsbevordering compleet vars is. Want ja, ik zou niet zo eruit willen komen als ik voor een voetoperatie of zo naar binnen ga. Dus er zijn natuurlijk ook gewoon evidence-based manieren van werken die er ook juist voor zorgen dat zorg op een verantwoorde logische manier wordt gegeven. En dan is er natuurlijk ook nog de vraag, hè, zoals de elephant in the room in het Engels wel zeggen, is het niet, zijn bepaalde dingen, zeker bijvoorbeeld technologie of leefstijlbevorderende technologieën of veiligheidsbevorderende technologieën, niet vooral ingezet vanuit een soort efficiency denken, vanuit een bezuinigingsdenken of alles moet efficiënter, beter, hè. Kwaliteitsdenken is altijd, zorg kan beter, en dat is ook zo'n slogan, hè. Het is altijd suboptimaal per definitie, al het moet beter. Dat wil overigens niet zeggen dat doelmatigheid per definitie immoreel is, hè. Het is niet voor niets ook een juridisch criterium naast subsidiariteit en proportionaliteit. Maar als we het hebben over morele doelmatigheid, dan kan het eigenlijk niet zonder een inhoudelijke bepaling van de doelen die je hebt als je zorg verleent. Dus dan ben ik wel benieuwd, wat zijn doelen of redenen, bewegingen voor jullie om überhaupt in die zorg werkzaam te zijn? Het is behoorlijk pittig, verdient niet superveel. Het is niet altijd even dankbaar, je wordt vaak ook als dader gezien inderdaad. Wat zijn voor jullie dan toch redenen en misschien ook wel doelen? Wat willen jullie bewerkstelligen uiteindelijk? En wat ik heel mooi vond in de vorige sessie was een AVG-arts en die zei, ik wil gewoon mijn cliënten gelukkig maken. Niet gezond, niet veilig, gelukkig. Ik zeg overigens niet dat dat hetgeen moet zijn hoor, maar was wel, want toen kwam er een discussie over, ja, maar is het, gaat het daar al om? Zijn dit de verantwoordelijkheden wel als arts? Is dat wel realistisch? Heeft iemand een vergelijkbare opvatting of juist iets heel anders? Of werken jullie alleen in zorg om te cashen? Of, dat schiet op. Ik vind het leuk om lastige puzzeltjes op te lossen en dat dan met heel veel mensen tot een plan uitwerken. Wat is wel interessant, want daarmee zeg je dat de dagelijkse zorg dus voortdurend allerlei puzzels oplevert. Ja. Wat dan? Wat maakt de zorg dan zo dat er voortdurend puzzels zijn? Vaak ervaart iemand iets als onprettig of onwenselijk en dat moet je dan ontrafelen. Wat is er aan de hand? Wat zie je? Wat voel je? Of zie je bloed of zo? Ja, als je dat doet. En dan kom je tot een soort antwoord wat het zou kunnen zijn. En dan moet er een plan. Dus dat zijn continu in de zorg, gehandicaptenzorg, zijn zoveel mensen betrokken dat het veel ingewikkelder is dan het voor dokters in een normale spreekuursituatie waar één persoon binnenkomt en tot een heel klein gebied eigenlijk beperkt. En dat hebben wij in de gehandicaptenzorg. Het is echt best wel een uitdaging om van het ongemak of die klacht tot een uitwerking te komen. Oké, dat is super interessant. Mijn vrouw is overigens ook arts. Ik denk dat die het oneens met je zou zijn. Die zou zeggen dat elke patiënt, dat is dan MDL-arts, dat dat net zo complex kan zijn. Maar ik snap natuurlijk wel je punt dat je vaak in een multidisciplinair team moet denken dat er allerlei andere zaken ook aan de orde komen. En dat maakt het voor jou zo interessant, dus ook zo rijk. Ja. Ja. Ik ga even verder hoor, want kijk, ik ben een zorgethicus. Dat is wat anders dan een normale, laten we zeggen, voor zover die bestaan natuurlijk, maar als een medisch ethicus. Dus ik
neem eigenlijk de zorg en met name de betrekking als uitgangspunt of de relatie tussen zorg. En je kunt er niet echt omheen dat zorg altijd in een betrekking, zij het met meerdere partijen, plaatsvindt. Dat betekent dat anders dan als je bijvoorbeeld zorg opvat als iets wat verricht moet worden, wat in termen van een behandeling of zo, en dat dan gaat beoordelen vanuit ethisch oogpunt als zijnde beneficent of non-maleficent of respecterend van de autonomie. Ja, dit is misschien een beetje een dooddoener, maar wacht even hoor. Dit is dus vooral waar ik naartoe wil qua ethiek. Hè? Want mensen komen dan naar me toe, ook collega's van mijn vrouw, die zullen zeggen van, nou, jij bent toch ethicus. Hoe zit het nou met, en dan een of ander dilemma. Kijk, als ik aan deze kant van het spectrum zou staan, dan zou ik alle antwoorden klaar hebben. Maar ethiek bedrijven is niet moraliseren. Ethiek bedrijven is eigenlijk voortdurend evalueren, vragen stellen, andere zienswijzen respecteren en op basis daarvan door te denken. Goed. Dit is wat ik net ook al zei. Zorg speelt het in betrekking af. Als je kijkt naar klassieke ethische opvattingen van zorg en ethiek zoals die gedaan wordt, dan zou je kunnen zeggen van, nou ja, er zijn zoveel plichten of principes of normen of rechten die we gewoon moeten respecteren. En dan kunnen we het afvinken als zijnde, hier is verantwoorde zorg geleverd. Of we zouden zelfs kunnen zeggen van, we zouden de zorg kunnen zien als iets wat een geconsumeerd wordt. Hè? Een cliënt komt daar eigenlijk ergens ook natuurlijk vandaan. Een patiënt die consumeert zorg, die gaat zorg halen bij de producent en er vindt een ruil plaats, als het ware. Maar als je zorg in dat soort termen ziet, dan laat je eigenlijk de nodes die een patiënt wel daadwerkelijk heeft, of een cliënt, die laat je eigenlijk een beetje staan. Zoals de filosoof Zakai ook zegt. Dus als je moet spreken over kwaliteit van zorg, of kwalitatief goede zorg, dan zou een zorgethicus eigenlijk zeggen, ja, het gaat om die betrekking, maar dat betekent niet dat je niet ook adequate kennis en kundigheid moet laten staan of niet hoeft aan te wenden. Die nood laten staan, dat is toch vaak wel een argument wat tegen technologie in de zorg gebruikt wordt. Hè? Op het moment dat je technologie inzet als vervanging voor een zorgverlener, laten we daar dan niet, zetten we daarmee de cliënt een beetje in de kou. Het andere bezwaar wat vaak wordt genoemd, zeker als het gaat om technologie in verstand gehandicaptenzorg, is dat de scheidslijn tussen ondersteunend en toezichthoudend. Hè, wanneer is een technologie nou ondersteunend? Wanneer ga je er alleen beter je tanden van poetsen? En wanneer wordt je echt iets opgedrongen? Die is niet altijd duidelijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de vertaling van Domotica in het Engels, dan is er niet echt een eenduidige vertaling, zoals Domotics. Hey, dan kom je toch uit bij enerzijds assistive, ondersteunende technology, en anderzijds surveillance, toezichthoudende technologie. Dit zijn allerlei vormen van technologie die steeds in toenemende mate worden toegepast in verstandig gehandicaptenzorg. De camera's, de uitluistersystemen, wat mensen die niet in de VG-zorg werken altijd een zeer curieuze term vinden. Bewegingssensoren, valsensoren, polsbandjes, GPS, portofoon, weet ik veel wat allemaal. Wat je tegenwoordig ziet is dat heel veel nieuwbouw bijna standaard ook technologie in de muren of in de gebouwen verwerkt heeft.
En die inspectie heeft jaren geleden alweer, 6 jaar geleden, een rapport uitgebracht en berekent dat 94% van alle VG-instellingen een vorm van demotica gebruikt. En nou, ik neem, mag aannemen dat dat alleen nog maar is toegenomen. Dus het is met name die GPS, die tag, track, die toezichthoudende vormen van technologie, die vooral in Engeland, niet zozeer in Nederland, maar in Nederland zie je nog niet heel veel ethisch debat. Nu wel steeds meer, maar in Engeland al vroeg veel ethisch debat teweeg heeft gebracht. En je hebt aan de ene kant heb je dan felle tegenstanders die zeggen van ja, het schendt de privacy en de waardigheid en het zou eigenlijk alleen voor criminelen of voor velen stigmatiserend gebruikt moeten worden. En aan de andere kant heb je voorstanders die zeggen van ja, kan ook tot een veilige omgeving leiden, tot meer autonomie, zelfstandigheid, de zorg zwaarder of de zorgklas reduceren. En is het beleid van opsluiting of separatie of wat dan ook, is dat niet eigenlijk veel slechter? Want we willen toch vooral geen gevallen als Brandon meer. Dus zou technologie in de vorm van een polsbandje of wat dan ook niet ook een waardige alternatief kunnen zijn? Nou, zoals ik net al zei, technologie heeft scripts, kan scripts hebben. Dus in hoeverre is die domotica dan zelf ethisch neutraal? Hè? Wat doet het met de relatie als die steeds meer op afstand wordt verleend? Hoe zit het met Big Brother gevoelens of privacy gevoelens? Hoe is het om de hele tijd in de gaten gehouden te worden? Overigens niet alleen voor cliënten, maar ook mensen die in de zorg werkzaam zijn, die ook de hele tijd gefilmd worden of gemonitord worden. Daarbij is het zo dat die technologie steeds complexer wordt. Kunnen we dat nog wel voldoende goed uitleggen aan cliënten? Nou, je kunt oneindig veel pictogrammen gebruiken, maar als je technologie hebt die ook om ethische redenen niet al te zichtbaar is, omdat we het niet te opdringerig willen of we willen niet een hospitaliserend effect van technologie hebben. Tegelijkertijd betekent dat we dus dan die technologieën minder zichtbaar in de muur maken, waardoor het weer lastiger is om uit te leggen aan cliënten of voor cliënten gewoon om te onthouden dat die technologieën er überhaupt waren. Met andere woorden, op basis van welke normen precies is het gebruik van die technologie gerechtvaardigd? Want het feit dat het minder kwaad is, een waardig alternatief, betekent nog niet dat het op zichzelf goed is. Hè? Dus eigenlijk zou je elk alternatief moeten beoordelen op zijn eigen meritus. Nou, als we naar de wet BOPZ kijken, die natuurlijk een veroudering onderhevig is, en de wet zorg. Dwang, zorg en dwang, die al 20 jaar of zo in ontwikkeling. Maar goed, wordt er weinig gesproken over technologie. Terwijl die toepassing, dat zien we, gebeuren, die gaat voor de normering vooruit. Dus vandaar dit onderzoek. Overigens, dit vind ik wel een mooie uitspraak van een andere technologiefilosoof, Charlie Sveerstra. Die zegt, technologie wekt vaak de suggestie van dat het beter is, of vooruitgang. Maar dat is nog wat anders dan morele vooruitgang. Nou, ik heb dus onderzoek gedaan naar die vormen van technologie in de langdurige zorg. De leidende vraag was eigenlijk, wat zou goede zorg met toezichthoudende vormen van demotica dan in kunnen houden? Dat is wat anders dan, wat is goede zorg? Ik ga het even vanuit mijn armchair wel bedenken met een mooie ethische theorie. Had misschien ook leuk geweest, maar dat wilden we niet. We wilden juist gewoon het veld in en gaan kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk? Waar lopen mensen tegenaan? Wat gebeurt er als die technologie gebruikt wordt? Hoe gaan mensen daarmee om? Wat zou vervolgens kunnen we daarvan leren? Maar ik ben ook gewoon een paar maanden meegelopen in een instelling voor mensen met verstandelijke beperking. Participerende observatie heet dat. Het idee is eigenlijk dat je meedoet en dan net zo lang dat je een soort van
onderdeel van het meubilair wordt, zodat mensen zich ook minder sociaal wenselijk gaan gedragen. Overigens, sociaal wenselijk gedrag is nooit langer vol te houden dan een paar uur. Mensen vervallen toch wel in hun eigen routines. Maar dat was super interessant en leerzaam. En het doel was eigenlijk ook om je een beetje een richtinggevende kaart te geven. Ik heb hier ook een voorbeeld van, naast een leuk proefschrift wat ik dat net geschreven, maar gewoon een praktisch iets, namelijk gewoon een boekje met wat tips. Veel cartoons, want soms zegt een beeld veel meer dan 1000 woorden. En die is dan ook samen met allerlei verschillende instanties geschreven. Overigens, ik heb één exemplaar die ik aan jullie kan uitdelen. Dus first come, first serve. En ik kijk of ik tijd nog heb. Oh, nog 5 minuten. Dat is fijn. Dan kan je iets over je bevindingen vertellen. Dat ga ik niet doen. Ja, ook wel. Ja, ga. Ik kwam naar dus de eerste dag. En dit was in het verpleeghuis. Ik heb in een verpleeghuis in een VG-instelling. Ochtend, middag, avond, nacht. Veel de motorcar wordt juist 's nachts gebruikt. De eerste dag dat ik er kwam, zei een verzorgd van, nou, de motorcar werkt prima, dus je kan weer gaan. Ik dacht dat jij de monteur was. Ja, dat heb ik ook wel eens van. Hey, jij bent toch die gozer van de domotica? Hij doet het niet, kan je niet meer houden. Toen bleek dat ik dus ook best wel atechnisch heb. Maar bij nader inzien bleek die domotica dus niet altijd even. Nou ja, goed, het had zeker wel invloed op de zorg. Ik ga even kort in op een paar perspectieven. De eerste, misschien wel herkenbaar voor een aantal van jullie, vals positieve alarmen. Dat wil zoveel zeggen als de motorica die het te goed doet, dus die zo scherp afgesteld is, een bewegingssensor of wat dan ook, dat je dat het ding de hele tijd afgaat. Met als gevolg een soort alarmmoeheid, waardoor mensen dat ding uitzetten. En daardoor worden dingen weer niet bemerkt. Het management van het verpleeghuis had besloten dat er nog maar 1 persoon in de nachtdienst hoeft op 48 bewoners, want we hebben nu domotica. Allemaal goed en wel als je een hele ervaren nachtdienstdoende hebt, die dan nog net wel de bewoners goed genoeg kent om te weten op welke melding ze het eerst moet reageren. Maar als er dan opeens iemand een uitzendkracht staat die de bewoners wat minder goed kent, dan is het misschien niet heel realistisch om te denken dat je de veiligheid waarborgt met een domotica systeem. Die zichtbaarheid waar ik het net over had, dit is een citaat van een verpleeghuis. Die zei, ja, dat is toch wel heel wonderlijk. Vroeger hadden we zo'n ouderwetse belpaal met zo'n straat, dat snapte ik nog wel. En nu zit het in de muur of in de... Misschien zie je, nou ja, dat is daar een kamer, maar weet je wel, ja, het is toch wel, ik kan dat niet vatten. En ik vind dat dus ook heel moeilijk om mij daartoe te verhouden als arts, ook in het, om daar een multidisciplinaire indicatie voor af te geven. Omdat ik ook niet altijd zicht heb op hoe zoiets nou precies van invloed is op de woonomgeving van de cliënt. Technologie suggereert vaak ook een bepaald soort veiligheid. Hè? Als we er maar een camera op zetten. Ik heb zelf die neiging ook toen mijn zoiets in het ziekenhuis zat. En toen gingen we voor het eerst een nachtje in het rondom het donderdhuis slapen. Dus niet een van ons bij hem. Dus we hadden al, dat is de camera. En de verpleegkundige was in het Vimeus en die zei van ja, dit gaat echt... We zien hem gewoon vanuit waar wil je een camera? Dat gebruiken we echt alleen voor. Dus ik snap die neiging wel, hè, voor mensen met epilepsie. Bijvoorbeeld een nachtmanager die zei van ja, ouders zeggen heel vaak camera's, maar wij zijn juist heel goed in het uitluisteren. Hè. Dat zijn van die hele getrainde uitluisters. Precies elk zuchtje en kuchje. Dat is natuurlijk ook een normatieve opvatting over wat veilig en menselijk is en welke technologie. Maar die zegt van ja, als we naar 40 schermen moeten kijken, dan gaat dat niet veiliger zijn voor de cliënt. Zorgverleners waren soms heel enthousiast in het gebruiken van domotica, maar soms ook terughoudend.
En dat had met uiteenlopende redenen te maken. Niet alleen een soort van morele principes of zo, maar ook gewoon een nachtdienst die het gewoon fijn vond om bezig te zijn. En daarbij zei ze ook van ja, en ik wil gewoon ook even weten van mijn eigen gevoel dat die bewoner goed in bed ligt. Er zijn er vaak voorstanders die zeggen van de motor schaadt de privacy helemaal niet, want normaal komt er iemand binnen in je kamer en dat is veel privacy gevoeliger ofzo. Nou ja, goed, daar kun je over discussiëren wat wenselijker is. Het is in ieder geval wel goed om bij stil te staan. Was ook in de verstandelijk gehandicapte instelling, bij een begeleider bij een woning waar ik een tijdje had geobserveerd, wilde ze de GPS laten zien. Die zat dan in zijn jas, de chip zit in zijn jas. En toen, toen kwam ik, en dan was dan op het computerscherm was dan een signaal. Maar dat signaal kwam er niet. Toen zei hij tegen zijn collega van, heb je nou het signaal uitgedaan? Nee, ik zou aan moeten staan. Nou, dat lukte maar niet. Nou, toen zei hij op een gegeven moment, nou, volgende keer maken we toch een duo fiets. Waarom zou het eigenlijk gebruiken? Er was dus een cliënt die soms een neiging had om weg te rennen. Toen ik daar een week later kwam, toen deed dat ding nog steeds niet. Toen ik de week daarop kwam, deed het ding nog steeds niet. En na een maand hadden ze het nog steeds niet daar iets aan gedaan. Of aan hun locatiemanager aangekaart. Omdat ze gewoon niet echt de noodzaak of urgentie zagen om dat te veranderen. Ook al een interessante, er was een cliënt die was opgegroeid op een boerderij. Zijn ouders waren inmiddels overleden, maar die was gewend om buiten te zijn. Op een gegeven moment, die ging elke dag een stukje wandelen en op een gegeven moment bedacht de manager van nou, we geven hem ook een polsbandje, dan kan hij lekker alleen wandelen. Het gevolg was dat die cliënt niet meer naar buiten kwam. En het maakte niet uit wat voor weer het was. He, dan kan je zeggen van ja, die cliënt is zo gehospitaliseerd dat hij alleen nog maar gewend is om met zijn begeleider te wandelen. Of je kan zeggen, hij mist het gezelschap. Either way, deze oplossing was het niet. Werkte niet. En ze waren heel welwillend hoor, ze hebben echt van alles geprobeerd. Om hem toch aan het lopen te krijgen en of een stukje met de begeleider en dan niet. Maar nou, uiteindelijk hebben ze dat gewoon terug moeten draaien. Dus soms is het ook wel goed om, kijk, het idee van zo'n technologie, hè, die iets belooft, hoeft niet altijd te matchen met wat de daadwerkelijke behoeften zijn van een cliënt. Was in de verpleeghuis een bewoner die vroeg ik of in. Dus misschien toen een beetje tot een samenvattende afronding komen. Jazeker. Dankjewel, Frans. Laatst dan. Bewoner vroeg ik van, nou, wat vindt u van om zo'n polsbandje te dragen? En die zei, ja, dat vind ik niks. Dan weten ze gelijk dat je van iets bent, een patiënt. Dan zou je kunnen zeggen, ja, je zit in een verpleeghuis, gozer. Maar daar gaat het helemaal niet om. Ik bedoel, dit is een meneer die, dit is zijn woonomgeving en die vindt het gewoon heel vervelend om gestigmatiseerd te worden. Goed. Even wat globale conclusies. Voor- en nadelen van de motorcars, dus zowel de voor- als de nadelen weerspiegelen niet de praktijk. Er is toch wel, een terughoudendheid onder zorgverleners om die technologie te gebruiken. En soms leidt dat dus tot olifantenpaadjes, nieuwe routines. En soms worden de oude, veilige routines, het rechtermeisje, waarvan jullie alle zeiden, dat is niet mijn dochter, worden die gedaan. Terugkerend thema is toch nog steeds dat veiligheid versus autonomie. Waarbij het interessant is om te zien dat mensen die direct zorg verlenen, die veiligheid belangrijker vinden. Mensen die wat verder afstaan, dus vaak de artsen, die hebben hem dan over hoe belangrijk de autonomie is. Als jullie straks teruggaan naar waar jullie werken, je hebt wel mooie filosofisch van, maar ik wil gewoon iets praktisch hebben.
dan kan ik deze handreiking wel aanraden. Die kan je ook gewoon gratis downloaden als PDF op de website van het VUMC. Google gewoon handreiking Domotica, dan heb je het. En daar staan ook gewoon, daar staat gewoon, dan hoef je ook niet de lappe tekst te lezen, gewoon een praktisch checklistje. Dat kan helpen bij de besluitvorming. Nou, om terug te komen op wat iemand zei, ik weet niet of jij het was, maar dat ik ga nu de bezwaren horen. Was jij dat? Of, iemand zei, dat was jij, ja. Ik ga nu de bezwaren horen. Ik ben dus nogmaals niet iemand die bezwaren heeft tegen de technologie. Ik ben iemand die gewoon kijkt wat er gebeurt. En dat signaleert en dat dan vervolgens weer teruggeeft. En daarom wil ik eindigen met een stukje uit mijn veldaantekeningen van een onverwacht effect van die Domotica. In de gang kom ik meneer J. tegen die ook een polsbandje draagt. Ik kom hem hier wel vaker tegen. Meneer J. zit op een plek in de uithoek van de gang aan het raam. Hier zit hij vaak alleen, soms naar buiten staan, maar meestal druk te tekenen op de vensterbaan die als zijn canvas gebruikt. De verzorgenden staan hier toe zolang ik mijn potlood is en hebben hem ook speciaal kleurpotlood gegeven op en soms een stukje papier. Tekeningen zijn niet... Ik moet heel even mijn tas pakken en wat mijn moeder mij wil anderen. En ik pak even mijn tas. Ah, heb je die hier laten liggen? Tot straks. De tekeningen zijn niet onverdienstelijk. Deze keer maak ik een kort praatje met hem. Dat is een mooie plek, meneer J. Wat een uitzicht. Zeker weten, zegt meneer J. En het is ook lekker rustig. Lekker rustig, vraag ik. Ja, weet je wel, de anderen zijn er niet. Bezorgende K zegt later tegen mij dat ze blij is voor meneer J. Aangezien hij zich voorheen altijd terugtrok op zijn kamer. En daar dan de hele dag zat te zitten. Terwijl hij nu veel meer lekker buiten zijn kamer ligt. Om maar aan te geven dat... dit soort technologieën die vaak als privacy schadend worden gezien, ook wel degelijk kunnen worden aangewend om een stukje privacy te bieden. Dus dat was het. Als jullie vragen hebben, of nog iets willen weten over die handreiking, of over dit onderzoek, dan kun je mij mailen.